Beth was een gelukkig en lief meisje dat de wereld veel te bieden had. Maar toen ze op mysterieuze wijze stierf, was haar familie radeloos. Maar toen haar vader per ongeluk een camera in haar kist legde, was hij geschokt door wat hij zag. Neil en Lois hadden altijd al een dochtertje gewild. Ze spraken er al over vanaf het moment dat ze bij elkaar waren. Zelf hadden ze nooit jongere broers of zussen gehad, maar ze waren beide gelukkig opgegroeid en hadden onbewust aantekeningen gemaakt over hoe hun ouders dit gedaan hadden. Elk van hen had attente en zorgzame ouders gehad en ze hadden allebei een fijne jeugd vol plezier meegemaakt. Als ze een kind half zo goed zouden kunnen opvoeden als hun ouders hadden gedaan, dan zou het met hun kindje wel goed komen. Het kwam dan ook voor niemand als een verrassing toen Lois aankondigde dat ze zwanger was. Zowel zij als Neil hoopten op een meisje, hoewel ze het diep van binnen niet erg vonden als het een jongen was. Zolang hun baby maar gelukkig en gezond was, dat was het enige dat voor hen telde. Toen de dokters de buik van Lois onderzochten en bevestigden dat ze inderdaad een meisje zouden krijgen, waren ze in de wolken. Hun dromen kwamen eindelijk uit. Niets zou dat gevoel ooit kunnen overtreffen, niet waar? Nou, 9 maanden vlogen voorbij en voor ze het wisten was Lois aan het bevallen. Hun dochtertje was op komst. Er was een duidelijke mengeling van opwinding en schrik in de verloskamer toen Lois begon te persen, maar Neil kon niet anders dan verbaasd zijn over het wonder van de bevalling. Want daar, in zijn armen, lag hun dochtertje Beth. Ze hadden de naam lang geleden gekozen en hij was blijven hangen. De dokters deden hun routinecontroles en stelden vast dat ze gezond was en dat er niets mis met haar was. Zowel moeders als baby waren in prima conditie en binnen 24 uur ging het nieuwe gezin naar huis om een spannende nieuwe leven samen te beginnen. Het zou zeker een avontuur en een leerproces worden. Gelukkig was het ouderschap alles waar ze beide op gehoopt hadden. Ze vonden het geweldig en genoten van de uitdaging. Natuurlijk was het soms moeilijk en zowel Neil als Lois werden meer dan eens tot het uiterste gedreven. Maar uiteindelijk was het het allemaal waard, want Beth was de mooiste en schattigste baby die ze ooit hadden gezien. Niet dat ze bevooroordeeld waren. Neil en Lois wilden haar gewoon vasthouden en knuffelen en haar voor altijd beschermen, maar ze wisten dat dat niet kon. Dus om hun dochtertje in de gaten te houden en toch wat afstand te bewaren, kocht Neil een oppascamera. Het type camera dat je in de kamer van een baby achterlaat om te kijken en te horen wat ze doen. Maar dit was niet zomaar een oppascamera, deze was ingebouwd in een teddybeer. Het zag er in feite net zo uit als een gewone teddybeer, maar het had een camera achter een van zijn ogen. De beelden werden dan opgeslagen op een app en konden op elk moment bekeken worden. Ze konden zelfs live meekijken, het was perfect. Het paar legde de teddybeer in het bedje van Beth en verlieten de kamer. Ook al zaten ze samen voor de tv met een lekkere fles wijn, ze konden hun ogen niet van de app afhouden, alleen maar kijkend naar het dochtertje dat zacht en rustig ademde terwijl ze sliep. Ze was gewoon perfect. De jaren gingen voorbij en Beth groeide. Op 8-jarige leeftijd was ze veranderd van een schattige baby in een schattig meisje dat graag met haar teddyberen speelde en haar eigen fantasie de vrije loop liet. Neil en Lois waren zo trots op het meisje dat ze was geworden en dat was niet in de laatste plaats te danken aan hun ongelooflijk ouderschap. Beth had nu een behoorlijke verzameling teddyberen, maar met geen enkele werd meer gespeeld dan met Sir Fluffington, de oppascamera. Haar ouders waren al vele jaren geleden gestopt met het bekijken van de beelden en hadden zelfs de app verwijderd, maar Beth was nooit opgehouden van het knuffeldier te houden. Ze was met hem opgegroeid en Sir Fluffington was er altijd geweest. Sterker nog, ze had hem zelf een naam gegeven. Enkele jaren terug had Neil een IT-baan aangenomen waarbij hij vaak nachtdiensten draaide. De vreemde uren en constante vermoeidheid hadden een spanning veroorzaakt tussen Neil en Lois, hoewel ze bij elkaar bleven en hij zijn best deed om de zaken soepel te laten verlopen. Ondanks zijn baan kwam hij altijd gedag zeggen tegen Beth voordat hij naar zijn werk vertrok en gaf haar een kusje. Hij zou nooit het huis verlaten zonder het te doen. Maar hij wist niet dat er iets verschrikkelijks stond te gebeuren, iets dat hem zou doen huiveren en waardoor zijn wereld zou instorten. Blijf kijken om meer te ontdekken. Het was rond 2 uur 's nachts toen Neil een telefoontje kreeg. Het was ongewoon dat iemand op dat tijdstip belde, dus meteen stond hij op scherp. Maar wat hij aan de telefoon hoorde deed hem huiveren. Op de een of andere manier was Beth stervende. Ze lag in het plaatselijke ziekenhuis en de verplegers werkten hard om het kleine 8-jarige meisje te reanimeren, maar het leek erop dat al hun inspanningen vruchteloos waren. Enkele ogenblikken nadat Neil in het ziekenhuis was aangekomen overleed Beth. Neil was er kapot van. Wat was er gebeurd? Ze was helemaal in orde toen hij 6 uur eerder naar zijn werk vertrok.
Wat was er misgegaan? Hij liep naar Lois toe en omhelsde haar stevig terwijl ze beiden huilden. Behalve ontredderd was Neil ook boos. Hoe kon hun kleine meisje gestorven zijn? Lois leek verward en deed alsof ze in een vreemde staat van verbijstering verkeerde. Ze kon de vragen van Neil niet beantwoorden en zei weinig tot niets. Het moet de schok van de dood van Beth zijn geweest die haar zo deed reageren. Toch kon niemand de tijd terugdraaien om Beth terug te brengen. Er was niets dat iemand kon doen. Dit was het leven en Neil en Lois zouden ermee moeten leren omgaan. Neil regelde de uitvaart en binnen een week stonden ze voor de kleine kist met het lichaam van hun mooie meisje. Ze namen huilend afscheid voordat de rest van de genodigden arriveerde en het was een van de moeilijkste, meest hartverscheurende dingen die ze ooit hadden moeten doen. Maar vlak voor het sluiten van het deksel legde Neil Sir Fluffington erin. De teddybeer waarmee ze was opgegroeid. Beth was duidelijk dol op de beer, dus er was geen twijfel mogelijk dat ze hem zou willen hebben, waar ze nu ook was. De kist werd gesloten en de begrafenis werd voortgezet. Later die avond liepen Neil en Lois zwijgend terug naar hun huis. Het was zo koud en stil zonder Beth erbij. Niets voelde nog goed, alles voelde leeg, alsof alle warmte was verdwenen. Terwijl ze gingen zitten, wezenloos staren naar de bewegende beelden van het televisiescherm, kreeg Neil plotseling een gedachte. Meneer Fluffington, hij was zowel een oppascamera als een teddybeer. Misschien hadden de batterijen het lang genoeg volgehouden om te zien wat er gebeurd was. Hij had de batterijen ongeveer 3 jaar geleden voor het laatst vervangen, maar er was een kleine kans. Zonder een woord te zeggen raakte Neil naar zijn telefoon en downloadde de app die verbonden was met de beer. Hij wist niet wat hij zou gaan zien. Tot vreugde van Neil had de camera opgenomen op de dag van haar dood. Hij wilde nog niets tegen Lois zeggen, want hij wilde haar niet nog meer verdriet doen op de dag van Beth's begrafenis. Maar terwijl hij scrolde zag hij iets dat hem deed verstijven, iets dat hem doodsbang maakte en zijn toch al gebroken wereld nog meer verbrijzelde. De camera stond zijwaarts gericht, want Sir Fluffington was duidelijk omgevallen. Gelukkig kon Neil alles zien. Beth zat op haar bed en Lois kwam binnen met een glas water en wat leek op verschillende tabletten in haar hand. Ze zei tegen Beth dat ze de tabletten moest innemen omdat ze haar zouden helpen met slapen. Neil fronste toen hij zag hoe Lois Beth 5 afzonderlijke tabletten overhandigde. Hij wist zeker dat kinderen slechts een halve tablet van deze kalmeringsmiddelen mochten innemen, dus 5 was ver boven de aanbevolen dosering. Ze had haar een overdosis aan medicijnen gegeven. Lois stond toen op en Neil keek toe hoe ze terugliep naar de deur en naar buiten glipte. Vlak voordat de deur dichtviel zag hij een man buiten staan. Hij omarmde Lois voordat hij haar zwijgend kuste. Toen ging de deur dicht en Neil kon niets meer zien. 10 minuten later viel Beth in slaap om nooit meer wakker te worden. Eindelijk was het allemaal duidelijk. Lois had hem bedrogen. Ze hadden Beth de tabletten gegeven om ervoor te zorgen dat ze in slaap viel en er niet op heterdaad betrapte. Of ze nu wist dat ze hun dochter een overdosis had gegeven of niet, het was onaanvaardbaar. Ze had hun kleine meisje vermoord. Zonder een woord te zeggen pakte Neil zijn autosleutels en liep de deur uit. Hij zwoer nooit meer naar het huis terug te keren. Terwijl hij wegreed gaf hij de beelden van de oppascamera af op het politiebureau en legde de situatie uit. Hij zou hen met Lois laten afrekenen. De wereld van Neil was al verwoest genoeg. Dus, nu is het aan jou. Wat vond jij van dit hartverscheurende verhaal? Wat zou jij gedaan hebben als je net als Neil de schokkende beelden had ontdekt? Zoals altijd horen we graag van je, dus laat zeker je mening achter in de comments.